Toon durf, doe wat. Alleen het moet allemaal veel sneller. Het werd een aantal malen gedaan. We praten in Nederland vaak lang. Wat is daarvoor nodig? Dus we hebben nog 90% te gaan. Van Rempel, het kabinet heeft het begrepen. Een sfeervol hotel in de bossen van Gelderland. Hier werd het afgelopen weekeinde voor de 48e keer de Bilderberg-conferentie gehouden. Een bijeenkomst georganiseerd door VNO-NCW voor ondernemers die over andere zaken willen praten dan alleen over de waan van de dag. Duurzaam herstel was het thema van dit weekend. Het is een gouden formule, een pittige forumdiscussie, veel mogelijkheden om te netwerken en een spreker van naam. Maxime Verhagen, de minister van Buitenlandse Zaken, was het dit weekeinde. Hij pleitte voor een moreel revij. En hij wil ook het buitenlands beleid van Nederland inzetten om de wereld beter te maken. Maar de CDA'er Verhagen was ook naar de Bilderberg gekomen met een paar politieke boodschappen. Niet bezuinigen op defensie bijvoorbeeld. En hij verzette zich tegen de gedachte bij de Partij van de Arbeid om het toptarief in de inkomstenbelasting te verhogen naar 60%. Waarom vindt u dat een slecht idee? Wij moeten excelleren in Nederland. Dat betekent dat je ook uitblinkers moet belonen in plaats van wegjagen. En als mensen dus winst kunnen maken, moet je dat niet extra afpakken zodat ze elders zich gaan vestigen. Als je kijkt naar de ons omliggende landen, is 52% ons toptarief is al aan de hoge kant. Dus daar moet je niet nog boven gaan zitten. Dan gaan de mensen gewoon naar het buitenland en hebben we hier geen uitblinkers meer. Dus dat moet het kabinet in ieder geval niet gaan besluiten in de bezuinigingsronde? Kijk, bij de bezuinigingsronde hebben we gezegd dat er geen enkel taboe is. Dus alle plannen liggen op tafel en alle plannen zullen worden besproken. Als ik kies voor duurzaam herstel en investeren in uitblinken van Nederland, moet je daar dus ook de consequenties van overzien. Het is gewoon consequentieanalyse van de keuze die je maakt. Als we het hebben over herstel, het kabinet heeft een crisis- en herstelwet gemaakt met de bedoeling om bouw- en infrastructuurprojecten sneller in uitvoering te nemen. Maar dan lijkt het erop dat de Eerste Kamer niet zo erg meewerkt. Ik vind dat buitengewoon jammer. Wij hebben op dit moment die wet ingediend, niet alleen omdat wij snel iets willen doen aan de infrastructuur en weer snel kunnen gaan bouwen, maar met name omdat we vinden dat overbodige bureaucratie niet ten koste mag gaan van banen. Er zijn nu al duizenden mensen werkloos in de bouw. We hebben de kans, de projecten liggen klaar om die weer aan de baan te hebben, aan werkgelegenheid te helpen. Deze wet is goed en zorgvuldig. Dus ik zeg, zorg dat die ook zo snel mogelijk aanvaard wordt. Maar in november is hij al ingediend, hè? En pas in maart wordt hij waarschijnlijk in de Eerste Kamer behandeld. Is dat nou sabotage? De Tweede Kamer was ervan overtuigd dat niet alleen de wet goed en zorgvuldig was, maar dat het noodzakelijk was om dat snel door te voeren, zodat we af kunnen van overbodige bureaucratie. Een Eerste Kamer die niets aan de inhoud kan veranderen, moet dat doel niet uit het oog verliezen. En als wij nu een half jaar verliezen met duizenden mensen werkloos in de bouw, dan moeten zij zich ook eens beseffen of dat wel is wat ze willen voor het land. Dat is onverantwoord. Ik vind het in deze tijd, vind ik het volstrekt ongewenst om mensen langer aan de kant te laten staan dan nodig is. We hadden het over bezuinigingen. Eén zaak waarop u niet wilt bezuinigen heeft u vandaag al te kennen gegeven, dat is defensie. Waarom niet? Willen wij onze belangen in de wereld veiligstellen als Nederland, dan moeten we inzetten op Europese samenwerking. Dat betekent dat wij een relevante factor worden als Europa naast de Verenigde Staten en China. Van een G2 naar een G3. Maar dan zul je ook een interessante partner moeten zijn. Dan zul je ook bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten een strategische partner moeten zijn. En de Verenigde Staten zullen alleen maar investeren in samenwerking met Europa als het voor hun ook relevant is. Een van die elementen is defensiesamenwerking. Als wij niet bereid zijn te investeren in defensie, zullen wij ook geen relevante strategische partner zijn. Dat kan niet met een paar euro minder. Wat mij betreft niet. Dank u wel. Graag gedaan.